Station to Forest Hill. Al? Dames en heren, welkom bij de airshow Wings over Ede. Mijn naam is Rob Grootschoot. Het is genoegen om te mogen vliegen in het rode vliegtuig voorop. Aan mijn vleugel vliegt Marcel Wobben. En we willen graag van de gelegenheid gebruik maken om onze vriend en formatieteam Martin Blokland te eren en te vertellen dat het ons een woest genoeg is om zijn laatste show nog een keer te kunnen laten zien aan het publiek. Zoals Martin altijd zegt, have a serious fun, maak geen kras op de lak en vlieg alsof het je laatste dag is. Vele vliegers in Nederland heeft hij geïnspireerd met zijn militaire precisie manier van vliegen, maar nooit zonder de rol van het vliegen uit het oog te verliezen. Het is ons een eer en genoegen om deze laatste show nogmaals te mogen laten zien. En ik hoop dat u ervan zult genieten. En speciaal voor Joyce Brokland, Claire en Robbie, deze is voor jullie. Ik heb het eer gehad om een paar keer zo'n beetje te mogen vliegen. En het is echt heel scherp en precies.
En wat je zegt, een soort kleine Ferrari met een 160 pk motor. Deze zal misschien 180 zijn. Deze Ferrari-versie sowieso de versie met muurtjes vaststaan. En Gear down, go. Light off, and then light off. Go. Dit is het minimum snelheid die deze prachtige F-22 kan vliegen. En dan zwaaien ze netjes zo gesynchroniseerd. Dat is een stuk moeilijker als je langzaam vliegt. Make an echelon left. Sorry, echelon right. You give a maintain a right. Go. We gaan hier weer naar binnen. Nou, het was een minimum snelheid, klein beetje trekken aan de stick. En daar een prachtige landing van die twee F-22's. Maar ook gewoon tegelijk de grond raken. Ik vind dat wel mooi hoor, prachtig. Met een diepe buiging naar Martin Blokland. Canopy open, canopy open. Go. Red station.